Alle eendjes zwemmen in het water. Dat kan iedereen zien die wel eens eendjes gaat voeren. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dieren die in het water zwemmen. De vissen, natuurlijk. Die kun je niet zo gauw zien. Alleen als het water erg helder is. Dan zie je soms scholen vissen. Prachtig zijn ze. Er zijn forellen. Zeelten. Ruisvorentjes. Stekelbaarsjes. Paling. Karpers. En roofzuchtige snoeken. De karpers en de snoeken maken jacht op de andere vissen. Er zijn trouwens nog meer die graag een visje verschalken. De schollevaar bijvoorbeeld. Een vogel met een reusachtige snavel. Voor de schollevaar moeten alle vissen oppassen. Vissenkind van me, kijk toch uit voor de schollevaar. Die is nog gevaarlijker dan de snoek. Wees maar niet bang, moeder. Ik kan diep duiken. Kijk maar. Ja, maar een schollevaar is erg vlug. En zijn snavel, nou, die is net een pannetje. Daar passen wel 10 visjes zoals jij in. Dan maak ik maar gauw dat ik wegkom. Dat was een verstandig klein visje. Zij volgde de raad van haar moeder op en dat kon nooit kwaad. Het visje wist niet dat er aan de kant van de vijver waar zij woonde een schollevaar stond te loeren. Ik merk dat ik een dag gejouwer word. Ik ga steeds slechter vissen. Snavel vol vis. Daar zou ik best eens trek in hebben. Zeg, schollevaar, wat kijk jij ziekeneurig? Dag, eend. Je vertelt me geen nieuws. Ik ken mezelf. Zou jij ook niet ziekeneurig kijken als je zo oud bent en ziek? Een beest is zo oud als hij zich voelt, hoor. Ik heb honger. Het lukt tegenwoordig niet meer zo met de visvangst. Springen de vissen niet meer vanzelf in je snavelpannetje? Ach, kijk eens, ik word traag. En de vissen kennen me zo langzamerhand. Ze waarschuwen elkaar. Gemeen, hè? De vissen denken daar vast anders over. Maar je zal straks nog wel meer honger krijgen. Hoezo? Heeft dan niemand medelijden met een oude schollevaar? Ik heb 2 vissers van de mensen met elkaar horen spreken. De hengelaars? Ja, ze willen de hele vijver hier leegvissen. Maar niet met hengels, nee, met grote netten. Er blijft geen visje over. Dat is vreselijk. Dat is erg voor de vissen. Ja, maar ook voor jou. Die vissen moeten worden gewaarschuwd. Jij moet ze waarschuwen, eendje. Ja, waar moeten ze heen? Ik weet ergens een mooie vijver. Ver weg. Daar wil ik ze wel heen brengen. Ik kan wel 10 vissen tegelijk dragen. Ze zullen je niet vertrouwen. Ze zullen het een beetje eng vinden in die snavelpan van jou. Nou, zeg dan maar tegen ze dat het nog erger is in een pannetje van de mensen. Dan bakken ze je in de boter. En niks is erger voor een vis dan in een pan te sputteren. Ja, je hebt eigenlijk gelijk. Ik zal ze waarschuwen. De eend ging de vissen op de hoogte brengen van het treurige nieuws en het plan van de schollevaar. De vissen vertrouwden de schollevaar niet erg. Maar te spartelen in een net en te sputteren in een pan was ook niet alles, vonden ze. Daarom besloten ze op het voorstel van de schollevaar in te gaan. De schollevaar staat voor 10 vissen tegelijk, alsjeblieft. Niet dringen, niet dringen. Rustig instappen. Vrouw en kinderen voor. Het was een heel werk voor de schollevaar. Uren had hij ervoor nodig om alle vissen naar de andere vijver te verhuizen. Hij had zelfs geen tijd om te eten. De volgende dag stond hij aan de rand van de andere vijver. Het water is hier erg ondiep.
Het is ook erg helder. Dat wisten de vissen niet. Al ben ik oud, ik kan nou toch gemakkelijk een visje uitzoeken. Wij zijn niet verhuisd om ons door jou te laten vangen, Schollevaar. Nee, hoe moet ik dan sterven van de honger nadat ik jullie gered heb? Van een vispan? Je bent een gemene oude bedrieger. Doe als ik. Vertrouw je vijand niet te gauw. De Schollevaar kreeg op zijn oude dag nog een welvoorziene tafel. Gelukkig waren er waterplanten in de vijver en de vissen leerden zich goed verstoppen. Als vis moet je het hoofd koel houden. De Schollevaar blijft ook op zijn oude dag een groot gevaar voor ons. Maar alles is beter dan in een net te worden gevangen om te braden in een pan. Brrr.